En jouw vriend, die, ja, maar die is niet veel thuis misschien? Of... Wij wonen niet samen. Ah, je woont niet samen. Dat is handig. Daarom of... ja. Nee, niet daarom, maar... Nee. Is dat zegt hij dus. Vriend? Nee, die zit ginder. Ah ja, mooie man. Ah, dat is een mooie man. Ja, ja, mooie man. Ja. Ja. Jij moet auditie gaan doen hier. Ja. Zijn we al meer gezegd? Ja. Maar het is niet omdat ik een toverfluit heb dat ik opera kan zingen. Hè. Kun jij hoog zingen, James? Oh, ik weet niet wat is hoog eigenlijk. Hoog? Doe een keer, ik zal je nadoen. Ja. Wauw, ongelooflijk, hè? Ja. En ook zo, hij doet ook dat vingertje zo na. Ja. Het is duidelijk dat je toverfluit kapot is. Ja. Oh. Wel verrassend dat jouw papa een para is. Paracommando. Maar heeft hij ook allerlei zware missies gedaan en zo gevochten? Ja, ja. Gevochten, geschoten, alles. Oh. Oh. Ja. Ja. En parachutes en al. Ja, ja. Nee, het is echt een paracommando. Voilà, en die vond dat ook helemaal niet erg toen ik... Iedereen vraagt dat altijd. Vond uw papa dat dan niet erg, want het is een paracommando toen dat u outing deed? Ja. Was, eigenlijk, ik kwam toe bij hem in Dasselhem, want hij was al bij zijn andere vriendin. Ik zei tegen Benjamin, mijn toenmalig vriendje, ik zei, we gaan met papa, maar hij weet het nog niet. Oh, je bent zot, zijn zot! Ik zei, nee, rij maar door. Ik zei, dat komt goed. Dus we kwamen op een oprit en hij was zijn onkruid aan het uiten. En we stapten uit en hij wist dat ik ging langskomen met mijn lief. En ik had zo nog geen geslacht gegeven. Ik dacht, oh, spannend. Hè. En ik kwam toe, Benjamin stapte uit en ik stapte uit. En ik keek zo nog naar die auto. Zo van, waar is ze? Ik had zo, allee, pa. Dus ik zeg, papa, dit is mijn lief nu. Ah. En hij keek en dat was muisstil. Ik hoorde elke duif in Dessel hem overvliegen. Echt, muisstil. En dan die mijn papa zo typisch Donald Koek, zo een domme lol, dat hij zo te luid lacht omdat het niet grappig is. Dan zit hij zo, allee. Het zijn toch worstjes op de barbecue. Was een topavond. Was een topavond, want zijn vriendin die had en nog altijd een schoonheidsinstituut. En na 5 minuten lag Benjamin in één keer op de zonnebank. Dat was echt een topavond. De volgende missie is hij zonder parachute gesprongen. Vraag 8, Astrid. Een leerkrachte gaf haar leerlingen de opdracht om een bekend gebouw, dat zelfs een plekje heeft op de UNESCO Werelderfgoedlijst, na te bouwen in klei. Met dit resultaat. Oei, oei. Welk gebouw dat origineel uit wit marmer bestaat, werd hier in een verdienstelijke poging nageboetseerd, Astrid? Oh, ik sta met mijn mond vol tanden. Ja, ik denk dat er weinig tanden zou overhouden. Ja, ja. Ongelooflijk, toch? Hey, ja. Taj Mahal. Ben je er al geweest, Jurgen, Taj Mahal? Nee, het staat wel op mijn bucketlist. Dat wil ik wel een keertje zien. Ja, ja, bij mij nu ook. Ja. Kun jij banden verwisselen eigenlijk? Ik? Nee. Maar ik ben ook voor de dood... dat ik een keer stil val. Ik heb een trauma aan pechstroken. Omdat ooit reden we naar het zuiden van Frankrijk. We gingen altijd naar hetzelfde, zeg ik, oersaai. Altijd naar hetzelfde. Ja. En altijd met een cassetterecorder van achter. We waren nog echt heel klein. Cassetterecorder van achter. Als een leeuw in een kooi. En mijn papa reed altijd zo. Met zijn hand buiten, zo. Hè. En er is ooit een keer, echt waar gebeurd verhalen, ooit een keer, boem, een bij daarop gevallen. Ja. Een wesp, tussen die benen. En dat stak tussen zijn benen. Ja. En hij had zo'n shortje aan. Echt waar. En die ging op de pechstrook gaan staan. En wij zaten van achter. En hij zei tegen mijn mama, zuigen! Voor die een angel. Dus mijn mama onmiddellijk... En al die camionchauffeurs naar ons. Om dan die twee kinderen op de achterbank zo zijn als een leeuw. En sindsdien ben ik bang van pechstroken. We zaten wel er vannacht. Ik draai. En van boven. Echt waar. Dat is echt waar. Maar de angel was eruit. Oh my god. Ja. Oh god. Allee, en dat heeft dus alles te maken met band
tanden wisselen. Ah, wel. Ja. Nee, met pechstroken. Ja, ja. Ah, ja, ja, okay. Ja, als je denkt zo van hoe is dat verhaal begonnen, en dat was met de banden wisselen. Ik dacht dat we hier een zwaar trauma gingen te horen krijgen. Dat is een trauma. Oh, nee. Ja, het er veel van afgezien. Ja, ja. Connor. Connor, ja, ja, inderdaad. Connor Rousseau. Het is een beetje een verrassende voornaam. Nou, zijn bijnaam is King Connor op Instagram. Oh, yeah. Echt waar? Ja, dan is er iedereen heel gelukkig aan het kijken naar die foto's. Dat ik wel de queen zijn dan. Ja, het is mooi, een mooi man. Laat ons eerlijk zijn. Ja, ja, ja. Maar wist je zijn naam? Kende je zijn naam? Nee, hij kon er niet opkomen. Gert Samson, dat is geen husky, hè? Nee, nee, dat is een soort poptailachtig iets. Ik weet, ik ken eigenlijk dat ras ook niet. Ja, bedoel. Nee. Ik kan dat keigoed nadoen. Nee, jij kunt dat niet keigoed nadoen. Nee. Nee, dat is het probleem. Iedereen denkt dus, ik kan dat keigoed nadoen, maar dat is dus niet. Hij vindt dat ik nooit iets goed kan nadoen. Like Tina Turner of zo, dat nee, kan nee. Ik keigoed. Oh, Mr. Bean. Hij denkt dat hij Mr. Bean kan nadoen, dat trekt ook niks. Ja. Nee, het is echt niet goed. James, het is niet goed. Dat is goed, dat is goed. Ah, ja, voilà. Ja. Het is niet goed. Kijk, voilà. Het is niet goed. Ah, wel, doet de mijne. Zullen ze zien dat het niet goed is? Ah, nu, ja, nu ga ik het niet doen. Hè. Ja, doet de mijne. En dan zeg ik ook altijd, ik kan hem niet doen. En een minuut na doet hem. Dus doet Mr. Bean. Het is oké. Okay. Ah, nee, ah, ik ga het even doen. Kijk, ik vind dat... Ik denk dat dat oké okay is. Wacht even. Ja. Hoe ga ik erin komen? Hè? Oh, wacht, hè. Oh, wacht. Ja. Ja. Oh, oh. Oh, slimste mensen. Oh. Oh. Ik vind dat keigoed. Ik... Hij had hem zijn eigen dus aangemoedigd voelen. Hè? Ja. Maar Samson kan ik echt nee, dat kun je niet. Jawel, dat kan ik. Doe hem dan oké. Oké, kijk, goed kijk. Wat gaan we het doen? Ah, ja, dat haar, hè. Ja, Samson ja. Heeft zo geen gezicht. Hè. Kijk, kijk, wacht. Oh, Gertje. Oh, Gertje, we zijn zo in de slimste pensel. Nee, Samson, we zijn in de slimste mens. Ja, goed, goed, goed. Ja. En dan... Oh! Vond je dat nou goed, Erik? Ja, eigenlijk wel. Ja. Allee, kom op, jongens. Kom, doe gewoon verder met de quiz, jongen. Ja. Ja, doe je een keer, Erik? Nee, ik kan dat echt niet. Wat probeer ik? Nee, ik kan dat niet. Allee, kom, dan zit je erover, kom aan. Ja. Hey, Samson, hoe gaat het vandaag met jou? Ja, het gaat heel goed. James, heb jij een dubbelganger? Ik ben ook ooit een keer mezelf tegengekomen. Echt waar gebeurd in Gent, op de Vlasmarkt, ja. Tijdens de Gentse feesten. Wij waren op slag weer nuchter. Dat is een echt waar gebeurd verhaal. Dat is ja. Echt zot. En het was niet een weerspiegeling in een hoop nee, kots nee. Of zo. Hè. Dat is echt... Nee. Ik zag mezelf echt. Ja. Ja, echt want je hebt ook gezegd al eens dat jouw papa wel heel actief was. Heb ik dat ooit gehad? Ja. Dat is wel zo, eigenlijk. Papa hier niet stil gezeten. Er is ooit zo'n keer... Kennen dat nog van vroeger? Je hebt dat bedoel op Radio Donna? Ja. Ken je dat nog? Ja. Dat, is zo, dat was Michel Follet en Leen Demarie, denk ik, die dat deden. En als het nu verjaardag was, moest het oppakken en moest zeggen, ja, maar dat bedoel. En dan wonnen een prijs. Hè. Ja. En mijn zus en ik, we hadden zo gele briefkaarten gestuurd om op mijn papa zijn verjaardag te bellen. Hè. Maar zoals Erik zegt, hè, heeft mijn papa niet stilgezeten. En af en toe belde er al een keer een dame zo naar ons thuis. En dat was altijd van, oh, papa, het is voor u. Hè. En ja, maar dat bedoel. Dus wij papa inschrijven en wij luisteren naar die radio. We sliepen toen nog samen, mijn zus en ik. En wij luisteren naar die radio. En ik zegt hij in de mirie, we gaan iemand bellen. En ik had in de telefoon bij ons thuis. Oh my god, oh my god, oh my god. En mijn mama neemt op. Ze is nog heel vroeg, dus altijd keer vroeg. En ze zegt, hallo. En die in de mirie zegt zo, goeiedag mevrouw, mag ik Donald Cook spreken, alsjeblieft? En wij zitten in die andere kamer. Oh my god, oh my god. En mijn mama zegt, wie is het, alsjeblieft? En die in de mirie zegt, dat kan ik niet zeggen, mevrouw, mag ik Donald Cook, alsjeblieft? En mijn moeder zegt op nationale radio, Donald, ze is hier weer zo'n kutwijf die haar naam niet wil zeggen. En weer blijten. En het ergste was nog dat we geen prijs hadden, want die had geen jab dat bedoel gezegd.